Hey, hallo CX-rijders. Even een filmpje in Nederlands. Ik ben het Engels een beetje beu. Eens even kijken. Even een bandje van de velgen halen. Wat we doen is, we beginnen met het verwijderen van het ventieltje. Pak een mes, want je gaat toch een nieuw ventiel monteren. Zo. En in dit geval haal ik ook het loodje er gelijk even af. Zo. Nou moeten we dus dat bandje eraf gaan drukken en zoals je ziet dat zit vast. En dit is een oude band. Hij is gewoon keihard. Ik zal eens kijken of ik het jaartal kan herleiden. Nou, daar staat wat. Hé? 78, 2012. 78. Nou, die combinatie snap ik niet. Ik kan er wel uithalen dat het... Oh, wacht even. Het zijn drie cijfers, ik zie het verkeerd. Ik ken deze code niet. Nee. Die code zie ik niet. Een driecijferige code. Ik zou het moeten weten, maar... Voor mij is dat wel heel oud dan. Viercijferige code moet je in tweeën delen. De twee laatste cijfers is het weeknummer. De twee voorste cijfers is het eindjaar. Dus 20 bijvoorbeeld. Of 15. En dan weet je hoe vaak. Nou, hier heb ik drie cijfers staan. Dat snap ik niet. Zal wel. Ik heb een speciaal stukje gereedschap gemaakt. Gewoon een stalen pijp. Twee stukjes staal eraan. Boutje M10 of M8 erdoor. In dit geval is het M10 denk ik. En een stukje ijzer op maat gebogen en dat heb ik hier gewoon aangelast. Wat je voor kracht hier ongeveer op kwijtraakt, 250 kilo. Ik denk nog wel meer ook, maar dat leg ik zo wel uit. En wat je doet is een beugel maken aan je werktafel of muur. En dan heb je deze beweging. Aan mijn werktafel, daar staat een klein draaibankje, geschat gewicht 250 kilo. En dan heb ik zelf nog eens een keer deze arm is FSMLA, reken zelf maar uit. Ik heb hier een houten blokje. Jeetje, ik ga al heel hard door het filmpje. Ik heb hier een houten blokje en dan zoek ik even de juiste positie. In die houten blok zet ik onder de velgram, zodat ik hem kan steunen. In het vorige filmpje heb ik het in het Engels gedaan. Toen heb ik iets met mijn duim gedaan en dat voelt niet goed. Auw. Ik ben iets te snel met het weghalen van deze. Dat had nog niet moeten. Nou. Het gaat eigenlijk boven verwachting makkelijk en goed. Dat had ik niet verwacht. Goed. Dat wordt morgen een uitdaging met mijn duimpje. Ik mis een bandenlichter. Ik had er eigenlijk vier nodig. Ja. Je kan goedkope bandenlichters kopen. Helemaal niks mis mee. Toch wel. Hier zitten twee randen op. En die randen die beschermen of beschadigen je velgram. Ik heb ze van Gedor. Die zijn kleiner en die zijn gewoon vlak. En die heb ik het liefst. Het grappige is, je zou nog een maatje kleiner kunnen. Maar deze 38 16 inch, weet ik veel waarom dat erop staat, nummer 38 16 inch, dat is een fijne maat. En die is ook goed sterk en stevig. Goed, dan betaal je wel meer voor. En dit is een goedkope bandenlichter die ik ooit eens gekocht heb op een rommelmarkt. 20 inch staat erop, de lengte zal wel 20 inch zijn. Die zijn net een maatje te lomp. Dus een 16 inch lengte, mijn best. Nou, je zet hem erin. En je voelt of dat hij grijpt en ik voel ook of ik de band voldoende naar binnen werk. Dit wordt een lastige, dat weet ik nou wel. Hij wil niet. Hij wil niet, maar ja, dat geeft niet. Dat is natuurlijk ook het mooie om te laten zien wat je kan doen. Geen grote stappen nemen met je lepeltje. Neem kleine stapjes. Ja, dit is een etter van een band.
Deze band wil niet. Dit is een drama. Oké. Ik ga nou iets doen wat ik normaal gesproken niet gauw doe. Maar ik kan het nu laten zien. Pas op, hè. Je zaagt zo in je velg en heb je weer een lelijke handtekening van Jaakse Slijper. Deze band is zo oud of zo hard geworden dat hij gewoon niet meewerkt. Wat ik nou gedaan heb is de staalkabel kapot zagen. En als je die staalkabel doorzaagt, krijg je ongeveer een centimeter ruimte. En dat is net genoeg om mee te werken. Frank, je gaat ook naar die filmpjes kijken, hè? Want jij gaat straks dit doen. En je was nog op zoek naar een velg, wie weet is dat deze velg wel. En Frank, je wil ook banden monteren. Hij wil net niet hier, ik heb een klein probleempje. Hij wil ook niet daar. Ja, dat gebeurde wat. Zo. Kijk, dat ventiel daar steekt uit. Die ruimte wil ik hebben. Als je deze naar beneden doet, dan steunt de band daarop. En die ruimte ben ik dan kwijt. Dus ik doe hem bovenaan, zodat de band precies in het middenveld in de velg kan liggen. En dan komt het trucje. Waar is mijn hamer? Daar. Pak de bandenlepel, steek hem er doorheen. Vouw hem om. Pak een rubberen hamer. Te koop bij de Action voor weinig en je hebt er veel plezier aan. En voilà. Daar is je velg. Nu ga ik iets anders vertellen. Zo haal je je band van je velg af. Kijk ook even naar de Engelse filmpjes hiervoor. Laat ik het ook nog eens zien met twee banden en velgen. Maar nou wil je deze band wegdoen. Die wil je de vuilnisbak in werken. Dat gaat niet. Hij is te groot. En alle gemeentes hebben tegenwoordig van die kleine kut vuilnisbakjes. Met van die klapdekseltjes. En dat schiet niet op. En bij de bandenboer willen ze er ook niet aan. Want er zit Kevlar in. En dan willen ze die banden, moeten ze dan verplicht innemen. Maar ze hebben er een hekel aan. Dus hij gaat sowieso naar de vuilnis toe. Hij gaat gewoon de vuilverbranding in. Dus, als je haast hebt en je wil opruimen, dan zaag je hem in drie stukken. Ik heb hier al een zaagsnede gemaakt. Dan gaan we nog even verder met zagen. Dit is een goedkope Haakse slijper van de Action, merk Ferm, waardeloos in elkaar gezet. Ten eerste, er zit te weinig olie, vet in de kop. Haal die vier schroefjes los, doe er wat extra vet in, dan blijft het loopwerk heel. Klein beetje kardanolie mag er ook nog bij, klein beetje, maar vul hem maar lekker met vet. Niet te veel, want hij moet wel vrij kunnen blijven draaien, maar het tandwiel moet een klein beetje vettig worden. En dan is er nog een grapje. Die ventilatie van die Haakse slijper zit aan deze kant. En alle troep blaast die meteen in je gezicht. Dat is het nadeel van die goedkope slijpers. Haal je die vier schroeven los. Je draait hem een kwartslag rond. Let wel, bij deze moet je de achterkant ook even loshalen. Want als je het verkeerd doet, flikkert de rotor eruit. En dan moet je je koolborstjes even loshalen en weer terugplaatsen. Want anders kun je hem niet terugzetten. Nou, daarom haal die los, haal die los, die los. 5 minuten werk. Je
kantelt je kop een kwartslag dat de uitblaas van de koeling hier komt. En dan heb je een geweldige 500 watt haakjes slijper die het gewoon doet. Voor weinig geld. Ik zal wegflikkeren als die kapot gaat. Koop je weer een nieuwe. Bij mij gaan ze kapot. Want ik doe er alles mee. Oké, dat was even site information. Dan gaan we verder met de band. Dat lukt je niet met je decoupeerzaag door het staal heen zagen. Want het staaldraad is vrij hard ijzer. Vandaar dat ik de haakse slijper erop zet. Zo, en dan heb je drie stukken band. En die kunnen wel in de afvalcontainer. En dus niet in het milieu, want ik zie nog wel eens banden liggen overal. En dat hoeft voor mij niet. Je kan het dus ook gewoon even in elkaar schuiven. Dit is trouwens een achterwiel. Dat is een voorband, dat ik het goed heb. Ik had net ook een 16-inch wiel. Kun je inschuiven. En dan kun je het in de container gooien. En zo hou je je hobby nog een beetje leuk. Dus banden in de natuur, doe dat nou niet. Zaag ze kapot, gooi ze gewoon in de container. Het gaat toch te veel verbranding in. De bandenboeren willen deze banden toch niet hebben. En zo passen ze in die tering vuilcontainers van de gemeente. Snap je? Nou, die zwarte zooi, veeg het gelijk op. Want als je dat niet doet, je loopt er overheen, je loopt alles in je keuken, huis, weet ik veel. Dat laat zwarte strepen na, het is echt klerenzooi. Meteen opvegen. Dus. Dat is wat je een beetje nodig hebt. En dan kun je zelf je banden vervangen. Band erop zetten werkt net zo. Daar zijn ook filmpjes van. En ik ga er wel weer een keer een filmpje van maken. Ook in het Engels, dus dat komt allemaal goed. Bedankt voor het kijken. Subscribe me, like me. Doe me de groeten. Tot ziens. Hoi hoi.